door in Parijs. Laat mij beginnen met u te feliciteren. U bent recent benoemd tot ondervoorzitter van uw partij. Ja, dank u wel. Dat is niet niks. Het wordt een belangrijk jaar 2019 voor u. Ja, het ziet er denk ik voor iedereen heel spannend uit. Hè. We hebben sowieso de Vlaamse verkiezingen dat eraan komen in mei. We hebben federale verkiezingen waarvan nog niet zeker is wanneer dat die nu uiteindelijk zullen vallen. We hebben de Europese verkiezingen en dan uiteraard ja, zal er ook nog een periode zijn om aan regeringsvorming te doen. Dus dat wordt een heel intensief jaar, denk ik, voor iedereen die met politiek bezig is. Dat kunnen we wel stellen. Ja, maar laten we die onzekerheid nu even opzij zetten en kijken naar wat gepasseerd is. De lokale verkiezingen. Ja. U hebt daar in Leuven hard aan gewerkt met een mooi resultaat. Ja. Maar u bent er niet in geslaagd van de burgemeesterszetel te grijpen. Dat klopt, wij hebben een heel mooi resultaat gehaald. Hè. Ik denk, we hebben nu 11 leden in onze fractie. Dat is een mooie vooruitgang, ook qua zetels. We hebben ook een mooi persoonlijk resultaat neergezet qua aantal voorkeurstemmen. Maar het is zo dat de twee verliezende partijen, dus de huidige coalitie, SPA en CD&V, gekozen hebben om Groen erbij te nemen en hen te laten depaneren eigenlijk. En nu zijn ze vertrokken inderdaad voor 6 jaar, waarin dat de N-VA de rol van constructieve oppositie in de gemeenteraad van Leuven op zich zal nemen. En daar mag de kiezer op rekenen dat we dat ook effectief zullen doen. Ja, u bent er wel uw campagnebusje bij verloren. Ja, dus we hadden een caravan, die heette Molly. En een of andere onverlaat heeft die in mei, denk ik, nog van dit jaar, in brand gestoken. Dus dat was natuurlijk wel even schrikken. Maar ja, goed, uiteindelijk was dat maar een rimpeling, zal ik zeggen, op wat dat voor de rest in Leuven een hele fijne campagne was. Hè. Ook al heb je heel tegengestelde ideeën, toch hebben we laten zien in Leuven dat we met elkaar als personen best wel overweg kunnen, dat we ook af en toe eens kunnen lachen, wat ik toch wel belangrijk vind. En ik vond dat fijn om als stad zo te kunnen zeggen, goed, de lijsttrekker van Groen en die van SPA en die van de N-VA, die kunnen best wel eens een pint met elkaar gaan drinken, ook al hebben wij totaal andere ideeën over wat er in de stad moet gebeuren. Ik vind eigenlijk dat dat de manier is waarop we aan politiek moeten doen. Ja, ik kan me herinneren in het begin dat N-VA vorm kreeg, ja, die partij bestond eigenlijk niet echt, die moest helemaal gestructureerd worden. Dat is natuurlijk belangrijk, die structuur, als je naar verkiezingen gaat. Is N-VA klaar voor die nieuwe grote uitdaging? Ja, zeker. Alleen denk je dat we in Leuven een heel goed team hebben gesmeed. Hè. Er ook voor gezorgd hebben dat we echt een goede campagne hebben kunnen voeren die heel positief was, maar toch heel scherp en heel duidelijk. En het is fijn om zo lokaal aan de kaart te kunnen trekken en dan mee te kunnen bouwen. En ik kijk er naar uit om de partij op nationaal vlak mee te kunnen helpen verder uitbouwen. Want ik denk dat wij wel gekend staan als een partij met een goede machine. Ik ben er eigenlijk ook wel heel trots en fier op. En nu zal het de uitdaging zijn om die nog beter te laten draaien in de volgende maanden. Maar dat is superbelangrijk, hè? Want als je lokaal kandidaat bent of je bent kandidaat voor een parlement, dan voel je dat pas welk belang dat daar eigenlijk aan vasthangt om te weten, 1, dat je teruggesteund wordt door mensen die dat je vertrouwt. 2, om te weten dat alles op tijd zal worden opgeleverd en dat je daar eigenlijk geen zorgen over moet maken. En dat je kan focussen op die inhoud. En dat is toch, denk ik, waar dat je vandaag het verschil kan maken. Ja, uw critici zeggen dat uw machine te goed draait, dat uw partij te rigide is en te streng is naar zijn achterban toe. Ik denk dat echt helemaal niet waar is, want die debatfiches waar vaak zeer mythisch over wordt gedaan, hè, van de N-VA's krijgen allemaal debatfiches. Ik zou ze eerlijk gezegd graag soms nog eens zien op een aantal onderwerpen, want dat is echt helemaal niet zo. En ik denk ook wel niet dat ik bekend sta als iemand die van enige kritische zin gespeend is. En dat wordt eigenlijk ook wel geapprecieerd binnen de partij. Dus ja, dat is zo'n beetje het verwijt van, oh, jullie zijn te goed georganiseerd. Ja, dat is natuurlijk een beetje lachen natuurlijk, omdat je kan moeilijk te goed georganiseerd zijn en in de politiek gebeuren nog altijd heel veel ongelukken, hoor. Mogen we ervan uitgaan dat u lijsttrekker wordt voor uw partij? Bij de Vlaamse verkiezingen? Nee, daar zou ik niet van uitgaan. We hebben een uitredende minister van Vlaams-Brabant die het bijzonder goed gedaan heeft. Dus ik denk dat dat de logica zelf is, dat dat de nieuwe lijsttrekker wordt van Vlaams-Brabant. Ja. Door in Parijs.
N-VA wordt eigenlijk wel verweten van deze dagen op te schuiven naar de rechterkant van het politiek spectrum. Het cordon sanitaire komt daarbij meer en meer ter sprake. Niet alleen extreem rechts, maar ook extreem links. Hoe kijkt u aan tegen die discussie? Laat me eerst en vooral toch lachen met het feit dat wij zouden opschuiven naar extreem rechts. Hè. Dat is echt helemaal niet het geval. Er staat echt wel een Chinese muur tussen het Vlaams Belang en de N-VA. En die Chinese muur, dat is dat het Vlaams Belang zich richt tegen migranten. En wij zijn een partij die zelfs pro-migratie is, op voorwaarde dat het gecontroleerd gebeurt. Dus wij zijn tegen de ongecontroleerde migratie die vandaag eigenlijk in Europa u voorgeschoteld wordt. Dat is wel iets helemaal anders dan een partij die zich tegen mensen richt en die daar ook een aantal voorstellen heeft die eigenlijk kan nog wel raken. Dus wat dat betreft ga ik helemaal niet mee in die vraagstelling. Het cordon sanitaire, dat was het tweede deel van uw vraag. Ja, ik ben er altijd tegen geweest. Ik mocht dat ook opzoeken, ze hebben mij daar al een aantal keren over ondervraagd. Omdat ik het democratisch principe het gek vind van een deel van de kiezers links, of in dit geval rechts, te laten liggen, gewoon omdat ze voor een bepaalde partij stemmen. Ik vind dat je als democratie moet rekening houden met iedereen die zijn stem uitbrengt. Dat gezegd zijnde, vind ik, en daar heb ik geen cordon voor nodig, dat als ik kijk naar het Vlaams Belang en wat zij voorstellen, dat ik daar nooit een coalitie mee zou bouwen. Ik vind, als je u aanschurkt tegen een aantal dictators in Europa en zelfs ver daarbuiten, ik geloof dat dit of vorig jaar was, dat er een ontmoeting was met Assad en Philippe de Winter. Ja, dan zet je jezelf natuurlijk volledig buitenspel en dan zeg je eigenlijk, ja, wij doen niet mee. Hè. Wij doen wel mee als zweeppartij, maar wij doen niet mee om mee te besturen. En dat is een keuze die elke partij voor zich moet maken. En de keuze die wij als de N-VA maken is om nooit met dergelijke ideeën in zee te gaan. Dat is gewoon voor ons ondenkbaar. Ja, maar u vest wel een beetje in dezelfde vijver als dat Vlaams Belang, als het over kiezers gaat. Ik zou heel blij zijn als wij een aantal kiezers van het Vlaams Belang kunnen overtuigen om voor een bijzonder democratische centrumrechtse partij, zoals de N-VA er een is, kunnen kiezen. Ik denk dat iets is wat je als partij natuurlijk wilt, hè, van zoveel mogelijk kiezers aan te spreken en dat te doen door een aanbod te creëren, niet door hen achterna te lopen. Ja, maar u hebt de communautaire in de koelkast gestoken, waardoor u het belang eigenlijk een beetje voorsprong heeft die je moet inhalen door extreem hard te gaan in migratie. Maar nogmaals, wij gaan niet extreem hard in migratie. Hè. Onze lijn daar is een heel duidelijke lijn. En die lijn die zegt, wij zijn zeer humaan en mild voor degenen die kwetsbaar zijn in ons asiel- en migratiesysteem. Maar wij zijn hard voor degenen die misbruik maken voor het systeem. En wat daar hard aan is, dat begrijp ik eigenlijk niet. Omdat als je kijkt naar het beleid dat wij hebben kunnen voeren met Theo Franken, was dat beleid dat altijd die rode draad heeft gevolgd. We hebben de grootste asielcrisis in lange tijd gehad. En het is het beleid van Theo Franken dat ervoor gezorgd heeft dat er niemand op straat heeft moeten slapen, bijvoorbeeld. Maar als je een asielaanvraag hebt ingediend en die wordt afgewezen, ja, dan is het ook onze overtuiging dat die afwijzing moet uitgevoerd worden en dat je dan ook het grondgebied effectief moet verlaten. Ik vind daar eerlijk gezegd niks hard in. Wij richten ons ook nooit op mensen, maar wel tegenover een soort beleid. Dus dat is één. En twee, dat is waar dat wij aan onze kiezers en onze leden heel duidelijk gecommuniceerd hebben dat het communautaire voor de regering Michel 1 in de frigo ging, omdat we een aantal socio-economische hervormingen heel dringend op de sporen moesten zetten en er geen meerderheid was om iets te doen op communautair vlak. Wij hebben natuurlijk ook wel afspraken gemaakt met toen premier Charles Michel om ervoor te zorgen dat communautaire op het einde van deze legislatuur terug op tafel kon komen met de herziening van de grondwet. En ik denk ook dat een belangrijk thema zal worden in de campagne. Want als je kijkt naar hoe dat wij werken als land vandaag, en zelfs met heel veel van de thema's waar ik mee bezig ben in het Vlaams parlement, pleegzorg en adoptie, om er maar twee te noemen,
kom je constant weer op dat spanningsveld met het feit dat federaal iets anders wilt, een andere visie heeft. En dat is geen abstract gegeven, hè, dat communautaire. Dat kan echt betekenen dat Vlaanderen bijvoorbeeld een adoptie goedkeurt en dat federaal diezelfde adoptie afkeurt, waardoor dat mensen hun kind gaan ophalen in een Afrikaans land bijvoorbeeld, zoals gebeurd is, en niet terug kunnen komen omdat federaal hen geen toelating geeft om dat te doen. En dan ben je een systeem aan het maken, denk ik, dat werkelijk ingrijpt in gezinnen, omdat er twee bestuursniveaus zijn die niet met elkaar overeenkomen. En dus, zelfs in de thema's welzijn, gezondheid, zitten wij met een communautaire agenda die we dringend moeten kunnen uitvoeren om juist dat coherent beleid te kunnen voeren. En als coherent beleid, dat gaat zelfs over, ja, wie kan ik nu tot mijn gezin rekenen? En is een kind dat ik geadopteerd heb nu ook mijn geadopteerd kind in de ogen van zowel de federale als de Vlaamse overheid? En die situatie, dat moeten we echt vermijden, daar moeten we iets aan doen. En dat is ook de reden waarom dat we dat communautaire zo belangrijk vinden. In Parijs, het klimaat en alle doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn, staat hoog op de politieke agenda. De vraag stelt zich echter, is die sense of urgency in de politieke wereld niet te laat gekomen? Ja, ik denk dat je daar, misschien wel een debat over kan voeren. En ik denk dat niet iedereen even snel is wakker geworden. Bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen stad Leuven kijk, dan hebben wij een aantal jaren geleden voorgesteld om daar een lage emissiezone in te voeren. Waardoor dat we ervoor wilden zorgen eigenlijk dat Leuven qua luchtkwaliteit een aantal sprongen vooruit zou maken. Uiteindelijk heeft de coalitie die toen Leuven bestuurde een circulatieplan ingevoerd. Die twee samen, dat is dubbelop, dat willen we niet. Maar ik denk dat dat een heel gerichte maatregel is die ervoor kan zorgen dat je uw steden van schonere lucht voorziet. En dat dat thema een thema is dat aan belang zal winnen, absoluut. Dat elke politieke partij daar met zijn eigen oplossingen moet komen, denk ik, dat kan alleen maar het debat ten goede komen. Wij zeggen wel altijd van, we moeten wel zien dat het haalbaar en betaalbaar blijft. Hè. Want heel veel van de maatregelen om klimaatopwarming bijvoorbeeld tegen te gaan, die hebben een directe weerslag op zeg maar mensen die bijvoorbeeld maar een beperkt inkomen hebben. En dan moet je wel zien dat je die twee met elkaar kunt verzoenen. Dus dat is de boutade die nu ook veel gebruikt wordt. Hè, van sommige mensen maken zich zorgen of ze het einde van de maand gaan halen. Hè, en dat zijn dan bijvoorbeeld de gele hesjes die we de laatste weken hebben gezien. En anderen maken zich zorgen of het einde van de wereld in zicht komt door de klimaatopwarming. En het is aan ons om daar een goed evenwicht in te vinden. En ervoor te zorgen dat je iedereen meepakt in dat verhaal dat klimaat belangrijk is. Maar dat je dat op een manier doet waarop de Vlaming mee is. Hè. Want als je niet de harten gaat veroveren van elke Vlaming als het gaat over klimaat, ja, dan kan je als politiek nog zoveel regels uitvaardigen. Dat komt toch op een of andere manier terug. Dus ik ben er wel van overtuigd dat we daar verder in moeten gaan. Maar we gaan dat doen op een slimme manier. Ja, maar alle politieke partijen stellen zich de vraag, hoe bereiken we de jonge kiezers? Is klimaat niet precies een toegang tot die jonge kiezer? En is dat niet precies waar groen een soort monopolie op claimt? Nee, ik denk eerlijk gezegd, als je kijkt naar verkiezingsonderzoek en zo, dan heeft de N-VA zelfs heel veel jonge kiezers, waar ik uiteraard heel blij om ben. Maar het thema klimaat, denk ik, valt uiteen in een aantal subthema's. Je kan het over energie hebben, je kan het over luchtkwaliteit hebben, je kan het hebben over het feit dat er meer belevingsgroen moet zijn. Ik vind dat we in Vlaanderen best wel werk kunnen maken van een aantal extra bossen, extra groene plekken waar dat je als Vlaming van kan genieten. Dus dat is een debat dat zich op heel veel niveaus afspeelt. En ik ben ervan overtuigd dat dat geen debat is dat één partij kan monopoliseren, omdat het gewoon iets is wat daar verweven raakt in alles. Dat heeft te maken met economie, dat heeft te maken met energie, dat heeft te maken met zelfs de manier waarop dat je onderwijs gaat organiseren. Dus ik denk dat klimaat een heel belangrijk thema is en dat nogal belang zal winnen. Ja. Ja, maar is uw partij, die zich profileert als een liberale economische partij, bevindt die zich niet te veel in het kamp van de industrie, van de werkgevers, om daar een hard standpunt te kunnen over innemen? Nee, eerlijk gezegd niet.
Omdat, ten eerste, wij zijn een brede volkspartij. Hè, en het is zo dat wij naar iedereen luisteren. Dus dat is belangrijk om te doen. En, ja, luisteren is één ding, maar ja, doen is nog iets anders. Dat is waar. En dus, als het dan over de kernuitstap gaat bijvoorbeeld, ja, dan zeggen wij heel duidelijk van, op zich is die kernuitstap inderdaad iets wat moet gebeuren in de toekomst. Maar laat ons dat niet overhaast doen op een ogenblik waarop dat we niet zeker weten of we de energiebevoorrading kunnen verzekeren. Op een ogenblik waarop dat we niet zeker weten dat de energiefactuur van de gezinnen betaalbaar blijft. Hm. Dus wij gaan daar echt voor een eco-realistisch verhaal. Ook al lijkt dat misschien soms vloeken in de kerk te zijn. Wanneer dat je zegt van kijk mannen, die kernuitstap binnen een aantal jaar realiseren is niet verstandig, want onze alternatieven die zijn nog onvoldoende ontwikkeld. En sommige van die alternatieven die, hebben zelfs een slechter effect op de CO2-uitstoot dan wat de kerncentrales vandaag realiseren. Dus wij zijn daarvoor een debat zonder taboes. En daarvoor kan je op ons rekenen. En ik denk dat je ook wel zal vinden in de beleidsvoorstellen die wij zullen doen naar aanleiding van de verkiezingen federaal en Vlaams, dat we daar een zeer eigen en een zeer eco-realistische koers in varen. Van de woorden die veel terugkeert in deze gesprekken is realistisch en realisme en haalbaar. En maar ik vind dat wel belangrijk, omdat je vertrekt van de wereld zoals hij vandaag is. Hè, en dan moet je kijken hoe kan je nu de meest pragmatische oplossing naar voren brengen. En dat is wat een beleidspartij doet. Goed, dat kan zijn dat er soms een voorstel van een andere partij is dat sexier klinkt. Maar je moet het ook nog wel kunnen in uitvoering brengen. En dan ben ik wel bezorgd over ja, wat iemand die weinig verdient, ja, op het einde van de maand moet betalen aan zijn energiefactuur. En dat is wel waar dat het dit debat op speelt. Hè. Dus ja, groen. Maar nee, als dat betekent dat we uw energiefactuur op een onaanvaardbare manier de hoogte insturen, want dan heb je niet meer iedereen mee en dan creëer je daar weer een aantal slachtoffers en dat is het gewoon niet verstandig. Het feit dat we deze hoorzittingen organiseren is ook een vorm van erkenning voor het leed dat geleden is. En ik denk dat het parlement ook wel zal kijken hoe ze op een formele wijze kan overgaan tot een vorm van excuses die voor jullie ook waardevol kan zijn. Maar eerst en vooral het feit dat jullie hier zijn en het feit ook dat de commissie dit doet, is zeker een vorm van erkenning voor het geleden leed. Lorin Parijs, we hebben ook u gevraagd om een eigen fragment naar voren te schuiven. U hebt gekozen voor de problematiek van de gedwongen adopties. Ja, eigenlijk is dat een historisch dossier grotendeels, met een belangrijke rol voor de katholieke kerk. Wat kan de toegevoegde waarde zijn van de politiek nu, met zicht op zo'n historisch dossier? Wel, we moeten daar bescheiden in zijn. Hè. Dus we hebben daar een ongelooflijk grote fout gemaakt door als politiek op zijn minst niet proactief genoeg te zijn opgetreden. Wat bedoel ik daarmee? Er waren eigenlijk bijzonder weinig regels over ja, hoe dat je een adoptie moest regelen, hoe dat je de instemming van een moeder die haar kind afstond moest bekomen. Daar bestonden eigenlijk geen regels over, dus iedereen deed zomaar wat. En wat dat je dan ziet, is dat we in een situatie waren terechtgekomen waarin dat op zijn minst heel veel moeders ons zijn komen vertellen dat hun instemming geen volledige instemming was. En dat er dus kinderen zijn terechtgekomen in adoptie die daar eigenlijk niet thuis hoorden. En ik vind dat je als parlement dat signaal moet oppikken. Als je zoiets fundamenteel kinderen krijgen, kinderen afstaan en dan het gevoel hebben dat dat op een manier is gebeurd die niet klopt, dan moet je daar als parlement een rol in spelen. En ik vind dat we dat wel hebben kunnen doen. En daarmee bedoel ik, ja, wij zijn een open huis. We hebben die mensen gehoord, we hebben daarnaar geluisterd, we hebben de verschillende betrokken partijen ook uitgenodigd op een hoorzitting, waaronder een van de partijen de katholieke kerk was. Ik was blij dat ze kwamen getuigen, maar ik herinner mij nog heel goed dat het zelden zo stil is geweest in een commissiezaal als wanneer dat een afgevaardigde van de kerk toen is komen vertellen dat er eigenlijk in eerste instantie was dat er eigenlijk bijna niks is misgegaan volgens hen. Ja, en dan zit je daarnaar te luisteren en dan denk je,
ja, dat is zo'n stomp in je maag, dat je eigenlijk niet meer weet wat je moet zeggen. Tegelijkertijd heeft dat er wel toe geleid dat het voorschrijdend inzicht is geweest. Hè, bij de verantwoordelijke, onder andere van de katholieke kerk, ik wil ze hier echt niet gewoon als instelling viseren. Ja. En dan zag je dat de rol die het parlement heeft gespeeld toch wel essentieel is geweest. Het is iets ontastbaar, het is immaterieel, we hebben daar geen wet of zo voor gestemd. Maar dan zag je dat de kerk zich een aantal dagen of weken daarna toch geëxcuseerd heeft. En gezegd heeft, ja, we hebben dat verkeerd verteld. Ik denk dat we die mensen dan opnieuw gehoord hebben, die dan echt met een veel ander verhaal zijn gekomen. En dat die zelfreflectie wel is begonnen. En wij hebben dan als parlement ook onze excuses aangeboden om te zeggen van kijk, dit had nooit mogen gebeuren in onze geschiedenis. We hadden als wetgever proactiever moeten optreden en daar regels voor moeten maken. En dat heeft mij eerlijk gezegd wel een vorm van genoegdoening gegeven. Wij kunnen nooit goedmaken wat daar is gebeurd, maar wij kunnen wel dat debat op gang trekken, uitnodigen tot reflectie. Zelf als politiek zeggen, wij zijn tekortgeschoten. En ik vond dat heel erg belangrijk om te doen. En dat is nog een van de dingen die helemaal in het begin van deze bestuursperiode, van deze legislatuur zijn gebeurd. Maar waar ik op terugkijk en waar ik echt blij ben dat we dat hebben kunnen doen. Omdat ik weet dat we voor een aantal mensen echt een verschil hebben gemaakt. En dat is vreemd om te zeggen, want we hebben geen decretale maatregelen genomen, zoals vaak in dit parlement wordt gedaan. Maar toch was dat belangrijk om die erkenning te geven. En dat kunnen wij als parlement doen. En ik vind dat we daar soms te weinig onze rol spelen. En dit was een voorbeeld waarop we dat wel hebben gedaan. Daar was ik blij mee. Ja, u hebt zich duidelijk geëngageerd in dit project. Van waar die motivatie? Ja, dat weet ik niet. Ik vind altijd dat zo onderwerpen, die kiezen u. Jij kiest die niet. En bij mij was dat zo'n groot onrecht, hè, dat ik mij nauwelijks kon voorstellen dat er iemand onder valse voorwendsels zijn kind laat afstaan, hè, door een heel systeem dat toen eigenlijk bestond. Ik denk niet dat je dieper kunt inhakken op iemand zijn zijn, op wat dat betekent een gezin te zijn. Want dat is niet alleen bij de moeder, hè, vaak was het alleen de moeder, die haar instemming al dan niet heeft gegeven om zo'n kind te laten adopteren. Je creëert ook een geweldige onzekerheid bij het kind zelf en bij de adoptieouders die ja, vaak van niks wisten en een kind te goeder trouw hebben opgenomen in hun gezin. En dan achteraf eigenlijk te horen krijgen van ja, dat was niet kosher hoe dat is verlopen. En het is niet helemaal zeker of dat die mama haar toestemming wel gegeven heeft op een manier die klopt. Ja, dat zijn dingen, vind ik, die zo onrechtvaardig zijn. Die zo diep ja, inhakken op je ziel, dat ik vind dat je daar iets mee moet doen. Ik heb mij altijd tot doelstelling gezet als parlementair om op te komen voor al die mensen en groepen die geen stem hebben. En dat is ook de reden waarom ik mij bezighoud met jeugdhulp, met kwetsbare kinderen, met kinderen in adoptie, in pleegzorg, met ja, mensen die in de gevangenis zitten. Omdat ik vind dat zij net die stem ontberen en dat dat uw taak is als volksvertegenwoordiger om die wel een stem te geven. Ook al is dat soms onpopulair of stemmen die mensen niet eens of kan je daar moeilijk direct enig ja, politiek gewin uithalen. Qua persoonlijke satisfactie, zal ik zeggen, ja, kan je moeilijk, vind ik, mooiere dossiers doen. Hè. Als je mensen kan helpen die vastzitten in Oeganda met hun adoptiedossier om toch naar hier te komen, goed weten dat dat helemaal in orde is, want dat gewoon een conflict is tussen overheden dat verhindert, ja, dan ben je gewoon blij dat je daar ergens hebt kunnen toe bijdragen. En ik denk ook dat is mijn elke andere job. Hè. Als je naar huis kan gaan en je zegt van ik heb vandaag iets gedaan dat ertoe doet, dan geeft dat gewoon heel veel ja, persoonlijk geluk, zal ik zeggen. En ja, dat is de reden, denk ik. Ik heb u ook iets horen zeggen wat mij bijzonder verontrust als u zegt van kijk, er is 51% van die 844 jongeren die op de wachtlijst staan voor een gezin, die vandaag al in een instelling zit. Ja, dan ga ik zeggen 49% van die kinderen, dus een 420-tal kinderen, die zitten thuis.
terwijl wij daar een vaststelling hebben gedaan dat zij in een verontrustende opvoedingssituatie zitten. Dat is toch iets wat wij absoluut niet kunnen aanvaarden. Ja, Lorin Parijs, onze redactie koos voor u een fragment waarin u tussenkomt in het debat over de pleeggezinnen en de problematiek rond. Met de vreemde vaststelling, die wachtlijsten worden langer. Er zijn meer mensen die wel geïnteresseerd zijn, maar die haken af tijdens de aanloop naar de effectieve opstart van die procedure. Hoe komt dat? Ja, dat is een groot vraagstuk waar ik de minister juist op gevraagd heb. Van, ja, zoek dat eens uit, hè, want dat is wel superbelangrijk. Misschien toch ook wel zeggen dat we een kwart meer pleeggezinnen hebben op 2 jaar tijd. Dus dat is een mooie vooruitgang. Maar op diezelfde tijdspanne hebben we 40% meer kinderen die wachten op een gezin. En dat cijfer was eigenlijk, stond zelfs niet in het jaarverslag. En ik heb daarnaar moeten vragen. Ik kreeg dat dan en dacht ik van, oké, hoe kan dat? Dan ga je inderdaad kijken, meer ouders registreren zich om kandidaat te zijn, maar minder maken het hele traject af. Goed, ik heb daar met een aantal diensten over gesproken die dat wel een idee hebben. Hè. Mensen, het zijn 4 sessies, een pleegzorgtraject van pleegzorgbegeleiders die bij u thuiskomen en een gesprek hebben. Dus mensen zeggen vaak van, ah ja, na 2 sessies, oei, ik ben juist zwanger geworden, ik ga wachten hè, tot mijn baby wat ouder is of er is iets anders gebeurd in het gezin. Maar ik wil echt weten waarom dat is. Een van de redenen volgens mij is omdat er geen tijdskrediet is voor pleegouders. We hebben er federaal voor kunnen zorgen dat er pleegzorgverlof komt. Dus dat is analoog aan het adoptieverlof. En dat is heel goed hè, voor als je een babytje krijgt of kinderen onder de 8 jaar. Als je pleegkinderen opvangt die boven de 8 jaar zijn, dan kom je niet in aanmerking voor die verlofregeling. En als je dan in de privé werkt of je bent ambtenaar, ja, dan sta je daar. Wat doe je dan met een nieuw kind van zeg maar 10 jaar dat plots in jouw gezin komt? Dan wil je toch wel even tijd om te acclimatiseren, om elkaar te leren kennen. En vandaag kan je geen tijdskrediet nemen daarvoor, omdat die kinderen je biologische kinderen niet zijn. En dus dat is een hiaat dat we moeten oplossen in de federale wetgeving. Zeg maar, dat is de 5-trapsraketten die ik rond pleegzorg heb proberen uit te voeren deze legislatuur, waarin het 5e trapje ontbreekt. En dat is echt wel iets waar ik mij wil inzetten, om ervoor te zorgen dat dat er nog komt. Want dat houdt mensen tegen, niet omdat hun hart niet openstaat, maar omdat in de praktijk ze hun huis niet kunnen openstellen, omdat ze eigenlijk geen tijd hebben of krijgen om dat op een goede manier te doen. Ja. Ja. U hebt zelf 2 pleegkinderen. Ja. Hoe positioneert u dat persoonlijk dossier tegenover uw politiek werk? Maar ik vind het heel belangrijk om die 2 toch eigenlijk van elkaar gescheiden te houden. Je zit hier voor het algemeen belang. Wat ik wel goed vind, is dat je goed geïnformeerd bent hè, over hoe het systeem in elkaar zit en dat je ook sneller weet van, oké, daar klopt misschien iets niet. Ik ga daar eens over luisteren naar andere diensten om te kijken of dat zij hetzelfde probleem hebben. En je pikt sneller dingen op. Hè. Dat moet je toch doen als goede volksvertegenwoordiger. Maar ik probeer nooit op basis van zeg maar, mijn eigen situatie tot een conclusie te komen. Ik denk ook dat het slim is dat het parlement, als je voorstel doet, dat we heel veel hoorzittingen houden om de hele sector altijd te bevragen, om goed te weten of als je een probleem ziet of hoort, of dat dan nu een algemeen of een individueel probleem is en dat je daar goed het onderscheid tussen moet maken. Dus het is een verrijking, een inspiratiebron, hè, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, ten opzichte van mijn kinderen. Maar het is niet de reden dat je uiteindelijk met een voorstel komt of iets doet. Ik ben bijvoorbeeld wel heel fier op dat we pleegzorg hebben kunnen maken tot 25 jaar. Omdat je, doordat je zelf pleegouder bent, heel veel andere pleegouders kent. En dat je hoort dat dat terugkomt. En dat je zegt van kijk, we hadden eigenlijk een systeem waar de overheid kwetsbare kinderen vroeger uit het nest duwde dan kinderen die in een gewoon gezin opgroeien. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. En dan kan je zoiets rechtzetten. En dat is natuurlijk wel bijzonder fijn om dat te kunnen doen. Omdat je weet dat je echt een verschil hebt gemaakt voor heel veel mensen. Dus het is goed van mensen te hebben die met hun 2 voeten in het echte leven staan. En die dossiers goed kennen. Maar je moet er altijd goed over waken dat je nooit op basis van een individueel geval naar regelgeving gaat. Dat kan natuurlijk. Ja, goed. Daar is Michael nog u en uw gezin een jaar 2019 vol voldoening te wensen. Wel, ik wens jullie hetzelfde. Dank u wel. Dank u.